Nou schat, ik ben even naar Theo. Ja? Voor zijn verjaardag, even een flesje wijn brengen. Nou, leuk. Dus ik zou zeggen tot dadelijk. Goedemorgen, mevrouw Hanneke. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Ja, ik kon het niet laten. Nou. Als naamgenoot voelde ik mij moreel en emotioneel verplicht om jou te komen feliciteren. Daar vaar ik wel mee. Oeh, kijk eens even. Zo even. Ja. Mede namens mijn echtgenote, ja. Prinses Saskia. Ja. We zullen even een stukje vooruit gaan. Feliciteer ik je alvast met je 90ste... Nou. Verjaardagsjubileum. Oh, nou, ik vind dat Hanneke de afgelopen jaren haar best gedaan heeft en jou toch in het goede spoor heeft weten te houden. Oh. Niet altijd hoor. Nou, over het algemeen wel. Het is toch niet zo erg? Pardon? Het is toch niet zo erg? Helemaal niet. Ik vind dat je er bijzonder patent uitziet, Doris. Kom je daarvoor helemaal ergens uit een borst? Ja, want ik heb zelfs mijn werkbroek nog aan. Ik denk, ja, ik ga toch even feliciteren. Want, kom je er even binnen? Ja, zal ik even een kop koffie door me doen? Ja, doe maar. Goh, doe maar zeg. Nou, hello. Ik zal het verslag, als het klaar is, jullie toesturen. Ja, dat is goed. Ja hoor, Theo. Dikke kus, ook van Saskia. Ja, joh. En maak er wat moois van, hè? Neem deze even mee voor Saskia. Ja, doen we. Oké, doei.